Utrechtse Domkerk heeft de koninklijke familie zich voltallig verenigd ter gelegenheid van de doop van prins Friso, de tweede zoon van prinses Beatrix en prins Klaus. Eregasten van het prinselijk paar waren de Noorse kroonprins Harald, die peet zou staan, en zijn jonge vrouw prinses Sonja. Prinses Irene en haar man waren uit Parijs gekomen. Aan de zijde van premier De Jong zat de minister-president van de Nederlandse Antillen, de heer Kroon. De doopdienst werd geleid door dominee Kater, die aan de ouders van de doopeling de gebruikelijke vragen stelde, waarvan de laatste luidt: belooft gij uw kind voor te gaan in eerbied en liefde tot God en de mensen? Wat is hierop uw antwoord? Ja. Dat God u hore en uw hulp zij. Prins Friso werd binnengedragen door zuster Swellengrebel, terwijl van de andere zijde prins Alexander naar zijn ouders werd gebracht. Tot de doop van uw kind in de naam van hem die een fontein van water is dat springt ten eeuwige leven. Prins Alexander was de eerste die naar het doopvont stapte, waaromheen zich vervolgens met de ouders van de doopeling de peten schaarden. Tot hem behoorden onder meer koningin Juliana, prins Harald en dokter Van Rooyen. Johan Friso, Bernard, Christian, David, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Aan het slot van de doopplechtigheid liet prins Alexander zich nog eenmaal goed aan de gemeente zien, terwijl zijn pasgedoopte broertje Friso zich duidelijk liet horen.